We kregen net de resultaten van de laatste peiling. En ja, een peiling is maar een peiling, maar toch, deze maakt ons bezorgd. Want ze is niet goed voor ons, maar vooral ook niet goed voor ons land. Extreemrechts is in opmars in Vlaanderen. Ons land gaat kapot gaan en blijkbaar hebben heel veel mensen zich daarbij neergelegd. Dat raakt ons. Kijk morgen op straat even rond u en beeld u een Vlaanderen in waar extreemrechts straks aan de macht is. Kijk naar de toekomst van uw kinderen. Wilt je die echt aan die klimaatontkenners overlaten? Kijk naar vrouwen die straks niet meer kunnen kiezen voor abortus of voor een hoofddoek. Kijk naar holebi's en transpersonen die geen rechten meer zullen hebben. Kijk naar mensen met migratieachtergrond die voor hun basisrechten zullen moeten vrezen. Dat laten we niet gebeuren. Wij blijven vechten en wij weigeren extreemrechts achterna te lopen. En waar wij onze tijd wel in steken, dat is het verschil maken voor u. Met concrete resultaten. Stijging van minimumlonen, van de laagste uitkeringen van de pensioenen, de omslag naar hernieuwbare energie en massale investeringen in de trein. We zijn bezorgd, maar we zijn verdomd ook strijdlustig. Wij zetten alles op alles om een nieuwe zwarte zondag te voorkomen. We laten het hier niet bij.